Bij een feestje hoort steeds vaker een pilletje of andere drugs. Dat merkt ook de politie in Emmen. Om de drugsoverlast een halt toe te roepen, doet de politie de afgelopen maanden invallen op negen verschillende adressen. Nou, we zijn eigenlijk begonnen met een uh, initiatief van politie, Openbaar Ministerie en de gemeentes Emmen en Koevorden om met name te richten op overlast. Overlast door straatdealers en overlast door uh, vanuit drugspanden. De opbrengst van het onderzoek is groot. De politie vindt 2 liter GHB, 1,5 kilo amfetamine, ruim 13 kilo marihuana, meer dan 1000 ecstasypillen en 263 hennepplanten. De verdachten, 13 mannen en 4 vrouwen, zijn tussen de 18 en 26 jaar oud. Horen die jongeren allemaal bij elkaar? Is het één grote drugsbende? Nee, het is zeker geen bende. Het zijn allemaal mensen die voor zichzelf uh, bezig zijn in deze handel. Er wordt niet alleen drugs gevonden. Ook neemt de politie vijf vuurwapens met munitie, stroomstootwapens en traangas in beslag. Verder vindt de politie veel geld. Nou, het gaat um, om zo'n 80.000 euro in contanten die is aangetroffen. En daarnaast ook nog eens een keer zo'n 45.000 euro aan valsgeld. De drugs die wordt gevonden is in sommige gevallen zelf gemaakt. De verdachten hebben geëxperimenteerd met het gebruik van mengsels van de drugs. En dit leverde volgens de politie levensgevaarlijke situaties op. Er zouden meerdere jongeren in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht als gevolg van de zelfgemaakte drugs. Er wordt van alles door elkaar gemixt om, uh, om, om andere effecten te krijgen of om, om, ja, om zeg maar, uh, de spullen samen te voegen zodat je nog een partijtje kunt maken van iets wat je hebt liggen. Dus er worden gewoon grote gezondheidsrisico's genomen en uh, ja, wij houden ons hard vast wat dat betreft. Inmiddels zijn de 17 verdachten weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie neemt binnenkort een besluit of ze voor de rechter moeten komen.